Yo, de gasten en welkom bij de vierde aflevering van Never Ending Glory. We gaan heel erg lekker, niet te geloven. Vierde aflevering alweer. We hebben zoveel meegemaakt met z'n allen op dit kanaal. Het is ongelofelijk en we bouwen alleen maar herinneringen op met z'n allen. Er komen alleen nog maar meer mooie dingen aan. En ik begin expres eventjes buiten het Ultimate Team scherm, omdat ik jullie niet wil laten schrikken. Ik ben namelijk gehackt. Nee, ik ben niet gehackt. Ik heb namelijk gisteravond wat squadbuilding challenges gedaan. Hele kleine. Maar we kregen daar in één keer echt heel veel dingen uit. Die dingen die lonen echt heel goed. Ik ga jullie allemaal uitleggen welke ik heb gedaan. Zoals je ziet, 13.000 munten. Singleplayer, squadbuilding challenges. Helemaal geen moeilijke. Ik heb helemaal geen moeilijke gedaan. Het is de aftrap. Laten we beginnen. Had ik volgens mij al gedaan een aftrap. Dat zijn maar vier dingetjes. En je moet eerst een brons team inleveren. Dan moet je een zilver team inleveren en dan moet je een goud team inleveren. Wat ik heb gedaan, ik heb een goud team ingeleverd dat vooral bestaat uit Spanjaarden. Van heel veel spelers die we nog hebben, een paar van onze starter pack die we niet gaan gebruiken, die we willen vervangen. En daarvoor kreeg je dus een goud spelerspakket terug met iets van 8 spelers erin. En je kreeg dan, als je dit helemaal had gecomplete, kreeg je een premium gold pack met spelers en zo. En daar krijgen we de volgende dingen in, moet je opletten. We hebben echt wel geluk gehad, zeg maar. Geen dure spelers, daar niet van. Maar vooral ook met bronzen en zilveren pakketjes. Die solo die hadden we nog, die hadden we verkocht. Deze zilver 450, deze voor 500, die bronzen voor 500, die zilver voor 500, deze bronzen voor 300 en deze bronzen voor 1200. Dus dat is zeg maar echt super veel winst. En dan weer een gouden en weer twee zilveren en weer een aantal gouden die we daarvoor hadden gekregen. En de zilveren en het bronzen, ze zijn gewoon allemaal verkocht op Gutierrez na Theo. Wij gaan jou verkopen. En daardoor zeg maar, ik heb ze hier allemaal laten staan. Je kan het gaan optellen met nog een coinbonus die we hebben gekregen voor het spelen van een offline wedstrijd voor de objectives. En we hebben ingelogd op de webapp voor een daily reward. En ja, dat is gewoon 13.000 munten. Dat is flink. Een blauw duimpje zou super tof zijn op deze video. Vergeet ook vooral niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Dan krijg je de video's allemaal voorlopig in je subbox. Dat is redelijk luxe. Wat we vandaag dus gaan doen, is we gaan die 13.000 muntjes uitgeven. Niet aan hele dure spelers. Ik stoot elke keer mijn mic aan, sorry, omdat die zeg maar weer helemaal recht voor me staat. Niet aan hele dure spelers, maar aan spelers die ons team kunnen verbeteren. Ik heb dit concept BBVA-team gemaakt. Dit is eigenlijk een soort van waar we naartoe willen werken. Met nog een paar spelers op de bank, die, waarvan ik denk, nou, die zijn wel goed. Eentje daarvan is Inform Sasa, die wil ik wel uittesten. Lijkt me wel een oké speler en is niet zo heel duur op dit moment. En een aantal van deze spelers kunnen we dus vandaag al gaan halen. En dat zou helemaal niet zo heel verkeerd zijn, want als je gaat kijken naar wat wij nu als team hebben, dan is dat een redelijk groot verschil. Een paar spelers zijn uit contract en nu moeten we dus even gaan overwegen van oké, gaan we die spelers een nieuw contract geven, wat coins kost, of gaan we ze proberen te vervangen gewoon met een hele nieuwe speler? We hebben dus een redelijk groot budget, ik weet nog niet helemaal wat het handigste is. Sowieso hebben ze waarschijnlijk nog wel nodig voor wissels, maar laten we gewoon maar eventjes beginnen met een paar aanvallers. Delefeu, die was de vorige aflevering zo ontzettend goed tegen ons. Die wil ik ook gewoon halen. Ja, hey, gesniped. Let's go, lekker. Hoppa, 7000 munten, terwijl die iets van 8,5 is. Yay, Delefeu, we hebben hem. En we hebben ook een andere speler gekocht. Namelijk, die ga ik zo laten zien. Oké, dit was ons team nu. Het heeft nog goede fitness, het heeft goede contracten, maar we hebben 3 aankopen gedaan. Eentje daarvan hebben jullie natuurlijk al gezien. Dat was Delefeu, die ik net had gesnipt. De andere is Luis Muriel, die ik ook heel graag in de spits wil gaan gebruiken. Omdat hij dit jaar echt, als je zijn in-game stats kijkt, dat is echt belachelijk goed. Hij heeft bijvoorbeeld iets van 80 strength in-game, terwijl hij helemaal niet zo heel groot is. En dat, ja, nu is hij dus snel, kan goed dribbelen, kan goed afmaken en hij is sterk. Dat is alles wat je nodig hebt. Maar Delefeu gaan we dus inzetten. We gaan dan Perez op CAM zetten en Muriel in de spits. En Kier kunnen we nog bijvoorbeeld eventjes gaan afwisselen om die fitness een beetje hoog te houden. Dit is ons team op dit moment. Ik ben er redelijk tevreden mee. Helemaal als we dan dit weekend nog even de squad battles gaan spelen. Zorgen dat we Elite 3 halen of misschien wel Elite 2. Volgens mij zitten we nu in Elite 3. Dus misschien zou het nog wel omhoog kunnen gaan. En dan krijgen we iets van 20.000 munten als bonus en wat pakketjes. En nou, hier zoals je ziet, we zitten nu in goud 1. Oh, we zijn weer eentje gezakt. Omdat natuurlijk de rest van de wereld ook speelt. Maar we gaan sowieso wel Elite 3 kunnen halen. We gaan sowieso Elite 3 kunnen halen. Ik heb er heel veel zin in. En we gaan zo een paar wedstrijden spelen. En eerst ga ik eventjes naar het toilet. Ik kom echt heel nodig naar het toilet. Ook heb ik de squad battles van vrijdag al gespeeld. Ik heb ze wel helemaal opgenomen. Ik ga ze niet laten zien. We hebben 1 wedstrijd verloren. 3 gewonnen. We speelden volgens mij elke keer op professional. Dus niet op wildklas, maar professional, dat ging goed af. Krijg je elke keer 1000 punten. Ik laat ze expres niet zien, omdat ik, als ik elke keer alle squad battles moet laten zien, dan duurt het heel lang voordat mijn video's zeg maar weer terug zijn op het begin. Dus ik neem dit op zaterdag en dit gaat waarschijnlijk ook zaterdagavond geüpload worden. Maar als ik dan nog gameplay van vrijdag ga laten zien, dan moet ik zondag weer van zaterdag laten zien. En stel ik upload maandag niet, moet ik dinsdag die van zondag. Nou, je snapt het. En daarnaast is het offline, dus boeit het niet heel veel. Vandaag kunnen we er volgens mij extra veel spelen, omdat het een weekenddag is. Dus we hebben 4 uur en 28
48 minuten tot de volgende tegenstander-update. We hoeven niet echt heel erg op te gaan schieten, maar wel een beetje vaart maken. We gaan deze wederom op professioneel spelen. Want hij had een redelijk goed team zoals ik net zag. We gaan ook even iets doen aan de instructies en zo. We hebben dit nog steeds achter bij het aanvallen. We hebben met onze met ene CDM ook. Voorin blijven, naar binnen sluipen, achter linies. Ja, druk zetten. Voor de rest doe ik niet heel veel. Terugkomen bij verdedigen. Nee, dat wil ik niet. Voorin blijven, naar binnen snijden, achter linies kruipen. Keurig. En, ik was op mijn andere account eventjes aan het kloten met tactieken. Dus dat wil ik nu gaan doen. Ik ga het breedte van het team aanpassen. En de druk ook. Dit is waar ik de tactieken gisteren op had. Ik ga ze nu even instellen. Ik weet niet of het echt werkt tegen de computer, maar we gaan het meemaken. Ik wil er een beetje mee gaan spelen om te kijken of er toevallig een keer iets tussen zit dat ik heel erg fijn vind. Want ik vraag me altijd een beetje af of dit daadwerkelijk heel veel werkt. Maar alle pro-spelers doen het, dus het zal vast nut hebben. Ik heb het vorig jaar een beetje verwaarloosd. 2 jaar geleden deed ik het wel. We gaan met ons team met 3 nieuwe aankopen de eerste squad battle wedstrijd spelen van zaterdagmiddag. Want je hebt dus ook in de avond nog nieuwe wedstrijden. Een redelijk goed team dus. Messi in vorm, Ibra, Suarez, niet volle teamgeest. Maar ja, we spelen nu op professioneel, dus ik denk dat het wel goed moet komen. We gaan gewoon weer elke wedstrijd 1000 punten halen. Dat is waar we voor gaan vandaag. Ja, hoppa, heerlijk doelpuntje. Goed gestoken, Muriel. En Lucas Perez, die maakt het af. Maar nogmaals, ik ben echt blij dat ik hem heb gekocht en op CAM heb gezet. Oeh ja, en daar is Messi gelijk al met de 1 tegen 1. Ja, daar moet je dus voor oppassen. Ja, Muriel. Loop er maar gewoon doorheen. Ja, Muriel. Waarom ook niet? Muriel. Huppa. Korte hoek, 2 tegen 1. Ja, Lucas. Hoppa, 3-1. Ja, goede dieptebal. Delefeu. Nee, weer Perez. Jonge, hat-trick. Oké, dus ze scoren 4 tegen 2. Scheidsrechter fluit af. Wij winnen met 4 tegen 1. Lucas Perez met zijn hat-trick. Ja, dit ging redelijk gemakkelijk. Prima chill. Het is ook wel lekker om even gewoon op een normale moeilijkheidsgraad. Volgens mij zei ik 4 tegen 1. We winnen met 4 tegen 2. We krijgen daar 770 muntjes voor. We hebben weer die coin bonus unlocked. Omdat we level 5 zijn op de EAS FC Store. Dus daardoor konden we die nu unlocken. We krijgen ook nog over de 1000 punten heen. Dus dat is 1031. Dat is lekker. Gaan we naar Elite 3 wederom. En nu hebben we nog minstens 5000 punten nodig om Elite 2 te halen. We hebben dus nog redelijk wat wedstrijden. We moeten in ieder geval die van nu winnen, de komende 3. Dan kunnen we die van later op deze dag ook weer alle 4 gaan winnen. En dan morgen ook nog 2 keer 4, dus 8 in totaal. Elite 3 is sowieso wel zeker met de wedstrijden die we nu nog mogen spelen. En later op de dag en morgen nog 8. En ik denk dat Elite 2 misschien ook nog wel daarin zit. Is daar heel veel verschil in qua packs? Naast dat we dan maar 4000 munten meer krijgen. 2 megapakketten, maar nu krijgen we een... Ik weet niet of Elite 2 per se beter is dan Elite 3. We krijgen wel meer munten, dus laten we maar gewoon proberen zoveel mogelijk te winnen. Dan hebben we in ieder geval die overwinning ook zeker. Er komt een klassementen-update over 5 seconden. Update dan ook, zeg maar, de punten update dat dan ook. Klassementen-updaten. Ja, oh, maar heel langzaam. Heel langzaam. Ah, ik snap nu hoe het werkt. Elke 5 minuten krijgt een update en gaat het weer een beetje omhoog. Prima. We hebben ook 2 dingen unlocked. 2 objectives vrijgespeeld. Squad battles. 150 munten. En krijgen we dan ook iets omdat we deze groep compleet hebben? Ja. Voltooid. Een premium geldpakket. Zo verrek. Dat is helemaal niet verkeerd. Een premium geldpakket. Lekker. Hallo. Daar zeg ik geen nee tegen, hoor. We krijgen een rare speler. Dat is chill. BBVA. CAM Braziliaans. Oh, KK. Van Orlando. Nou, misschien ook wel vanwege... Oh, we kunnen het niet eens verkopen. En kies naar Suita niets. Nou, we zijn met Liverpool thuis. Tenuutje, fitnesscontracten. Ja, het is keurig voor gewoon dingen doen die we anders ook al zouden doen. Nou, Liga doelpunten maken, dat hebben we ook 200 munten. En we hebben ook nog die Griezmann dingen. Dus we hebben een wedstrijdje extra tegenover heel veel mensen. We gaan tegen deze 80, weet het, weer professioneel. Dat lukte net ook. Hij heeft waarschijnlijk een iets beter team. Malle heeft geen contracten meer. Is de fitness allemaal goed? Dat moeten we ook eventjes controleren. Ook... Ik geef Mallow een 28 contract. Dat is niet heel tactisch, want die gaan we waarschijnlijk toch heel snel vervangen. Maar goed. Ja, fitness is nog in orde. Guardado gaat er weer in voor Ensonsi. Guardado is een beast in dit spel. En verder is het prima. We gaan de wedstrijd in. Wedstrijd is wederom voorbij. We krijgen 800 munten dit keer. Heel erg keurig. 4 tegen 1. Veel statistieken die onze voorkeur hebben. Dus ja, we hebben het gewoon goed gedaan. We krijgen daar ook weer punten voor. Hoeveel gaan we nu krijgen? Gaan we weer over de 1000 heen? Yes, heel erg lekker. We krijgen zelfs meer dan de vorige keer volgens mij. Vorige wedstrijd hadden we 1036, nu 1076. En het wordt lastig om Elite 2 te gaan halen. We hebben daar nu op dit moment nog minimaal 4 wedstrijden voor nodig. Die we dan evenveel punten voor krijgen. Maar
Aan de andere kant zat ik dus te denken van, kijk, we hebben nu ook nog een dag gemist. Ik ben volgens mij op dinsdag begonnen met het spelen van de squad battles. Terwijl op maandag je ook al 4 wedstrijden kon spelen. Dus die hebben we al gemist. We zouden misschien eigenlijk wel in potentie 2.000 of 3.000 punten meer kunnen krijgen volgende week. Ik weet niet of ik het volgende week ga doen. Volgende week staat helemaal een teken van kwalificeren voor de Weekend League. Daarop voorbereiden, seizoenen doen, munten binnenhalen. En dat heeft geen zin als je dat weer gaat doen met squad battles. Want tegen de tijd dat de volgende squad battle rewards er zijn, volgende week maandag, dan is er ook al een weekend league geweest waar we een hele weekend mee hebben gespeeld. En heb ik geen tijd gehad om nog eens een keertje, wat is het, 16, 20 potjes te doen op squad battles. Dus ja, dat heeft geen zin. Dus ik denk dat dit tevens ook een van de laatste keren is dat wij in een week lang squad battles gaan doen. We hebben nog 2 teams over, 76 beoordeling. Zouden we eventueel op een hoger niveau kunnen gaan uitdagen? Heb ik echt er geen zin in. En is ook helemaal niet nodig, omdat we waarschijnlijk toch niet op het randje gaan komen. We hebben ook DeMarcus gesniped. Ik zag dat Mallo, onze rechtsback, niet heel veel fitness meer had. Dus toen dacht ik even kijken hoe DeMarcus was. Dat is onze target rechtsback. Dus hem wil ik ook gebruiken in de Weekend League en zo. En hij is 2500 munten. En we gingen zoeken en snipen. En opeens was er eentje voor 1700 gelift. En die hadden we te pakken. Daar hebben we echt veel mazzel mee gehad. Kijken wat zijn minimale prijs is voor, ja, 2500 ongeveer. Staan ze er allemaal op. Dus dat is lekker. Hebben we toch flink wat coins mee gespaard. En we hebben 1300 munten dan nog steeds over, waar we ook weer een betere speler mee zouden kunnen kopen. Het is voor mij nu vooral de bedoeling om spelers te gaan kopen die we ook in ons uiteindelijke team willen gaan hebben. Dat zorgt er dus voor dat wij niet meer allemaal wisselspelers nodig hebben. En dat als ze, zoals bijvoorbeeld met Mallo, net per ongeluk ergens contract aangaven, te veel, dat we ze ook daadwerkelijk gewoon kunnen opmaken. En dat we daar geen coins op verspillen. Want dat zijn vooral de dingen in het begin waar, als je er niet goed op let, je uiteindelijk veel coins aan kwijt gaat raken. Het volgende team is een Braziliaans team. We doen het nogmaals op professional. We hadden misschien wel een niveautje hoger kunnen zien als ik het zo zie. Maar goed, ja, uiteindelijk maakt die punten waarschijnlijk niet zo heel veel uit. Want uiteindelijk hebben we flink gewonnen. 8 tegen 0. We hebben hoeveel munten voor gekregen? Ik skipte dat te snel. Zoals je het in de schoten zo, ja, het was dit keer echt gewoon heel makkelijk. 712 munten. We hebben geen coin bonus meer. Dat is heel erg jammer. Daar zijn we nu dus alweer doorheen. Gaat super snel. Maar de punten die we ervoor krijgen, huppakee, over de 1000. Jazeker, zo, hallo. 1282. Geen idee waarom we in één keer zoveel meer krijgen dan tegen andere teams die beter zijn. Maar goed, dit is gunstig voor ons. Het is nog steeds geüpdate. We zijn nu halverwege Elite 3. Ik weet trouwens niet hoeveel potjes er op zaterdagen komen. We hebben nog 3 uur en 43 minuten tot de volgende tegenstander. Maar dat kan dus ook zomaar betekenen dat er al 4 wedstrijden zijn geweest. Weet niet zeker. Ik hoop van niet. We gaan in ieder geval de laatste wedstrijd spelen. We hebben 2500 munten. Gaan we niks mee doen. Spelers en alles is nog goed. We hebben nog wel een aantal contracten. Finderskaartjes. We hebben wel een paar contracten afgelopen. Maar nogmaals, die hebben al in onze club zitten. Dus daar hoeven we verder niks mee te doen. Wederom een wedstrijd gespeeld, hebben jullie niks van gezien. We wonnen 3-0, 3 doelpunten van Muriel. 632 munten stond daar volgens mij. En dat betekent dat de laatste squad battles van vandaag hebben gespeeld. We krijgen net aan 1000 punten. Dat is mooi meegenomen. Elite 2 is wel heel dichtbij. Het is wel heel dichtbij. Er komen nog 4 wedstrijden vandaag. Die gaan we ook spelen. Ga ik niet laten zien. Heeft geen zin. Wat wij nu gaan doen. Ik zal jullie even op de hoogte brengen van wat mijn plan is. Tot wij morgen weer een nieuwe aflevering hebben van FC Glory. Hopelijk. Never Ending Glory. We hebben nog een wedstrijd tegen Griezmann. Die gaan wij sowieso spelen. Ik denk dat ik dat vanavond ga doen. Daarnaast komt er over 3 uur en 22 minuten nog 4 tegenstanders. Die ga ik ook spelen. Maar ga ik dus waarschijnlijk ook niks van laten zien. Omdat dat gewoon niet anders is. We hebben weer een taak voltooid. Daarvoor kregen we 2 kits. En wat nu eigenlijk de bedoeling is. We wilden wat coins gaan sparen. Zodat wij de squad building challenges konden gaan completen. De squad building challenges zijn niet minder waard dan wat je ervoor terugkrijgt. Dus daar zit bijna nul risico in. Maar daar hebben we wel even wat munten voor. We begonnen vandaag natuurlijk met redelijk wat munten. Maar ik wilde eigenlijk wachten tot we dus de pakketjes kregen van de squad battles. Want misschien zitten daar wel spelers in die we dan net toevallig nodig hebben. En dat zorgt er dan voor dat we die niet hoeven te kopen. En dat er eigenlijk, zeg maar, nog meer winst uit te behalen valt. Dat is wat op de planning staat. Ik ga niet handelen verder. Ik ga niet heel veel andere dingen doen. Die squad building challenges is dus allemaal pas voor na het weekend. Deze kan ik allemaal verwijderen uit mijn lijst. Want die hebben jullie allemaal al gezien. En het gaat echt lekker. Dat team loopt steady. We hebben steeds meer basisspelers erin. De Marcos, Muriel, Delefeu, Vela. En daar gaan we eigenlijk nog mee door. Ik denk dat we na het uitkeren van de prijzen van de squad battles dus wel ons hele team kunnen voltooien en compleet kunnen maken. Ik weet niet hoe lang ik met het BBVA team ga spelen. Het was wel mijn bedoeling om deze te gaan gebruiken tijdens de eerste Weekend League. Maar ik merk nu al dat als wij een aantal van die andere spelers hebben. Een Asengo die kost 10k. Een Paulinho kost volgens mij 8k. En zo heb je nog een paar spelers die wel duur zijn. Als wij die hebben, dan zitten we ook alweer een beetje tegen de limiet aan. Kijk, Carlos Vela is een ontzettend goede speler. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is wel de beste rechtsback van de BBVA die je kan kopen voor een normale prijs. Want anders ga je naar Dembele kijken en die is 40k.
En daarna Bill en Messi, die zijn nog veel duurder. En aan de linkerkant heb je bijvoorbeeld Felipe Carrasco. Die is beter, die zouden hem nog kunnen gaan halen. Maar voorlopig doet Delefeuille het prima. En dat gaan we nog eventjes aankijken. Ik weet niet wat de planning is. Stel vooral vragen in de comments. Dan kan ik die morgen in de video dan gaan beantwoorden. En blijf even super tof zijn. Je kan abonneren als je dat niet hebt gedaan. En dan check je allemaal later. Joejoe.